bij de Nieuwe Wereld. Ja, ja. door zijn het beginnen. Ja. ja, nou, welkom bij de Nieuwe Wereld. Uh, wij uh, gaan filosofisch actueel gesprek doen met Ad van Brugge en Jelle van Waardenwijk. Um, ja, wij, wij, wij waren net beland in een heel grappig gesprek. Misschien komen we daar nog aan toe uh, zometeen, maar we gaan het nu... ...hebben iets wat... Uh, ...ja, wat... Ja, ...wat is eigenlijk een filosoof actueel gesprek? Altijd? Want het, het komt van... Ja. De, uh, ...de opleiding. De opleidingen, Ja, de filosofie van cultuur en bestuur. En wij pakken altijd... Uh, ...ja, eigenlijk hele actuele ontwikkelingen. De, vaak een uh, film die net uitkomt... ...of een documentaire. Uh, uh, soms een gebeurtenis. Om naar aanleiding daarvan... Uh, ja, eigenlijk te, te gaan filosoferen, een beetje voeling te krijgen met wat er leeft in een tijd, maar ook, ook om dat vanuit de filosofie te, te duiden. En, en daarmee vaak ook wat een bredere context te geven dan alleen maar die, die gebeurtenissen, maar ook de, de onderstromen te zien, de diepere motieven, de, de grote levensthema's die erin naar boven komen. Nou, en ik vind het ook mooi te koppelen dat het niet alleen. Filosofie is een soort abstractie ja. blijft, maar ja, dat je hem een... ja. echt uh, in het dagelijkse leven, of zelfs op een bepaalde manier zo bazaal als een film moet, zeg maar. Ja. Dat je hem daar ook kan toepassen. Ja, 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 ja precies. En uh... het is een oefening en duiding. Ja. Ja. Dus uh, ja, als je zelf filosofie wil studeren, misschien aan de aanleiding van deze uitzending ook, dan uh, kan dat dus bij ons. Het is een ja. masteropleiding. En het is goed te combineren. En dat is ook de bedoeling met een andere master. Dus uh, bijvoorbeeld bestuurskunde of sociologie of economie. Ja. Er zijn ik heel wat studenten die bij mij bestuurskunde kunnen studeren. En die... ja, jij kwam vroeger ook helemaal Ja, nou ja, ik kom, ik kom graag weer langs ja? hoor. Als ja, dat, uh, uh, dat een onderneming uit. Ja. Ja. En ik vond het zelf ook uh, altijd heel leerzaam. En ja. vandaar dat ik een paar keer heb het gedaan. En ja. ik zei: dit past echt ook bij de nieuwe wereld. En, uh, we wilden eigenlijk doen Silver War, maar die is nog niet uit. Dus die gaan we zeker later nog een keer ja. over hebben. Maar ons viel toch ook iets op um, bij Jordan Peterson. En Russell. Brand. Brand, die. Ja, ineens heel verrassend iets gingen doen. Wie wil dat duiden? Nou, laten we voorzichtig op, maar maar bracht hem in, dus ik ben wel benieuwd hoe jij hem presenteert. Ja, nou, als op een evenement. Rescue America. Organisatie, meen ik onder andere ook Brad Weinstein. Oké, van beroemde ja. um, podcastmaker. Uh, uh, die was in ieder geval ook nauw bij betrokken. Uh, voor zover ik... Uh, ja, die is uh, een van de, ja. van, de, van de oprichters. Die uh, maakt uh, je uh, ernstig zorgen. Ja, precies. En, um, nou, wat, ik, wat ik opmerkelijk vond... Uh, is dat uh, uh, Jordan Peterson samen met Russell Brand... op het podium uh, gaat staan. Mm -hmm. En um, uh, dat zij eigenlijk uh, in... Reactie op alle maatschappelijke en uh, politieke ontwikkelingen. Uh, heel openlijk uh, zich tot het christendom bekennen. en met, met, met elkaar eigenlijk dat inbrengen. als een soort uh, ja, noodzakelijk tegenwicht tegen wat er op dit moment uh, gaande is. En. Nou, van Jordan Peterson weten we natuurlijk al wat langer dat hij. Uh, nou, Russell Russell Brand uh, openbaar ja, heeft hij dit allemaal ja, met Russell ons gedeeld. Russell Brand is uh, ook, ook nou, ik denk ik, aantal maanden geleden hè, dat hij uh, gedoopt is. Ja, nou, en, maar komen. naar buiten is al wat langer. Ja, uh, en en ja, dit is nu het stadium dat ze beiden in gebed gewoon voor publiek uh, en ook dus ja heel duidelijk een. Um, uh, een, een politieke stellingname verbinden met een religieuze overtuiging, en, en dat vond ik uh, in ieder geval de moeite waard ook. Wat, wat er daar gezegd wordt, uh, ook om daar met elkaar eens over, uh, over na te denken. Ik volg die man eigenlijk op YouTube al een hele tijd, welke allebei neer. ja, ja, Russell Brand en Jordan Peterson. Ja. En um, ja, ze waren op een bepaalde manier natuurlijk allebei al YouTube-dominee, ja. um, en ook denk ik in de betekenis van. Um, een bezieling, een, 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 een verhaal zo emotioneel kunnen brengen dat het mensen ook gaat motiveren en vleugels geeft om op een bepaalde manier te gaan leven. Uh, en soms ook in verwijzing naar de Bijbel uh, of uh, andere tradities, mythologieën. Uh, Pietersen haalt natuurlijk heel veel die uh, Egyptische uh, mythologie aan. Maar ja, nooit zo expliciet nu uh, die, die, die Bijbel ook zeg maar, theologisch meenemen. Of nou, de, 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 ze werkten er al naartoe. Ergens verbaasde het me dus niet, omdat ze uh, zich al zo. Ja, het is de volgende stap. Ja. ja, ze waren eigenlijk ook al aan het profiteren. Dus uh, het, uh, soms uh, echt vertellen waar het heen gaat. Uh, ook in, niet in paniek, maar met soort mensen helpen zich te bewapenen tegen periodes van, uh, van heftigheid. En, uh, ze, ze, ze zaten echt al. Uh, in de rol van de dominee, vond ik. Nou, Jordan Peters heeft natuurlijk die fantastische serie. Wat ja. Is het zes jaar geleden ja, of zo? Die... Maps of Meaning. Ja. Oh, ja over de, waar die eigenlijk uh, in een zaal een soort delen. Hè. Dus ja. het verhaal van Adam en Eva en zo doet hij. Uh, ja, de Bijbel, De, Bijbel, uh. de Bijbelverhalen. Ja. Um, ja. Nou, zo virtuoos. Ik denk dat ik die wel. Nou ja, ieder jaar opnieuw ga, ga, ik, ga ik heel die serie weer af. Omdat ik. Uh, ja, vindt hoe dat hij dat dus uh, trekt, zeg maar, zo'n oud verhaal ja. naar, naar de moderniteit en hoe je daar dan ja. uh, als uh, hedendaagse mens, zeg maar, toch nog heel veel uh, uit kan halen. Ja, maar ik denk dat de, de volgende stap ook bij hem is wel echt de bekering. Ja, dus, ja, dus uh, dat, dat was. Heb we bij zijn vrouw al gezien? Heb we hebben bij zijn vrouw al gezien, ja. ja. Ehm. Ik vond bij Russell Brand ook wel mooi dat de bekering heeft ook iets te maken met, een, met spijt. Dus hij, hij heeft spijt eigenlijk van zijn liederlijke leven vroeger. Um, heeft hij het ook vaak over? Dus dat, dat, dat hij met veel mensen naar bed ging en dat hij uh, veel mensen pijn heeft gedaan, dat hij aan de druk zat. En... Dus het is voor hem ook wel uh, uh, een uh, Ja, En een soort van inkeer in het echte leven, dat meer eigenlijk ja, toch weer meer middelmatig wordt. Dat, zijn ook wel, dat is ook wel een manier waar hij is natuurlijk een heel uitbundige man, maar tegelijkertijd zegt hij van ja, ik ben mezelf helemaal kwijtgeraakt. En uh, hij heeft zichzelf dus weer gevonden in, uh, in het geloof, maar ook uh, heeft hij dus zijn eigen, weet hij daarmee zijn eigen behoeftes weer onder controle te brengen. Ik denk dat dat, 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 dat is ook iets wat ik terugzie in die presentaties, uh, niet alleen uh, met Jordan, maar ook op andere plekken. Dat hij eigenlijk dat dus globalistische leven van uh, grenzeloos ook omgaan met je eigen uh, ervaringen en, en grenzeloos behoefte bevredigen, dat hij dat nu terug probeert te, te brengen. Hè? Dus hij, hij is ook gelukkig met een vrouw en een kind en zo. En, uh, dus er, zit, er zit ook een huiselijkheid en een um, patriotisme bij, die dingen horen natuurlijk ook bij, een paal meer bij elkaar. Uh, uh, God, gezin, vaderland. En uh, dus die, die, over die assen zag je hem ook al terugkeren. Eigenlijk naar een burgerlijke leven. Hoewel het natuurlijk een popster is. Of hoe noem je dat? Een YouTube-ster. Een podcaster. Die ook absoluut larger than life is. En ook enorm spreektalent heeft. Dus een ander type virtuositeit dan Jordan Peterson. Die toch meer publiekswetenschapper is. Terwijl uh, Russell Brand is echt een hele snelle... snelle ja... Ik weet niet hoe jullie het zouden duiden, maar hij is echt heel rap van de tong. Riep uh, van de nou, riep hij stand-up comedian achter dus... Ja, en, en, hij, en hij kan dus. Maar dat heeft dus die bekering heeft volgens mij te maken met hem met een soort inkering. van dat hij nu toch het ware leven zoekt. En spijt heeft van zijn oude leven. en dat hij in dat oude leven ook wel, ja, uh, naïef is geweest. En voor, voor hem is corona een heel belangrijke uh, omslag geweest ook. Maar nu ook weer de, de mainstream media die niet alle discussiepunten in kunnen brengen. Dus het is voor hem nu ook politieker. Maar eigenlijk is er, het lijkt het bij hem ook een politieke ontwaking te zijn geweest. Die hier aan vooraf ging. Dus, dus het was natuurlijk meer een lifestyle jongen. En die ook vooral in zijn levensstijl zeg maar in zijn decadentie ook beroemd was. En, nou ja, dus die, 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 die inkering die heeft ook te maken met de omarming van het burgerlijk leven. Waarin u dus nu een verticale dimensie opengebroken wordt. Nou, en dat zou ik... bedoel, ik kan nog meer over vertellen hoe ik het zie. Maar... Nou ja, wat ik, wat ik in ieder geval... Uh, uh, jij, zei, jij vertelde het net in de andere volgorde een beetje... maar ik, hij had natuurlijk echt... wat bij veel mensen, denk ik, is gebeurd... dat het globalisme... een hele donkere uh, keerzijde met zich meebrengt. En hij is natuurlijk van... Uh, ja, pretty boy... Uh, die dat... decadente, globalistische leven... Uh, kon leven... Uh, met een... Uh, ja, heel uh, verbaal... Uh, virtuoos snelheid... die bijna niemand kan, kan volgen... zo snel als hij spreekt. Um, dat hij, zeg maar, door... door uh, ook een beetje... een soort journalist te worden... en uh, zich in te graven... in dossiers... en dat hij... Ja, iedere keer zeg maar, een soort bedrogen ook uitkwam. Wat hier aan tafel natuurlijk ook heel vaak is gebeurd: van de waarheid is niet zoals die verteld wordt. En je zag hem, ik denk dat we hem live mee hebben gemaakt, dat hij zeg maar, een soort laag voor laag voor laag. Een bepaalde manier denk ik dat bij mij dat ook gebeurd is: uh, ja, afvalt. Uh, en, 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 en dat je ja, uh, gewoon opnieuw. Een soort bezinningsvraag bedoel van, van ja, dat, dat wat ik dacht dat wat waar was, is niet waar. Maar wie ben ik dan wel? En wat zijn dan mijn waarden en normen? En ik denk wat hij doorheen is gegaan. Dat daar best heel veel mensen doorheen zijn gegaan. Ja. En dat je wel een soort ja, uh, wegbereiders hebt. Hè? Zoals een Eva... Waringbroek is ook iemand die dat. Ja, dit is ook vorig jaar of zo. Ja, publiekelijk zeg maar toch wel uh, ook heeft gedaan. En uh, uh, dat. Dus voor mijn gevoel was het eerst, dus, zeg maar, dat, dat hij zich zo inbeet in al die dossiers en dat daarna kwam dus zeg maar volgens mij die... Nee, nee, zeker. Dus ik denk dat, dat hij heeft ook in die, uh, de manier waarop die dossiers behandeld wereld uh, heel wat maskers afgetrokken. Maar ik vind ook het, het wordt bij hem persoonlijk ook. En dat is ook mooi. Dus ik vind bij Even Vlaardingbroek is het nog heel erg cultuurkritiek. En uh, dat is ook allemaal uh, interessant. Maar je ziet bij Russell Brandt dus dat hij zelf ook uh, is uit zijn hoofd. Hoewel hij dus heel erg met, begraafd, begiftig is met het vermogen om mooi te spreken is die helemaal in zich gedaald. Dus uh, hij kan echt vanuit zijn hart spreken en vanuit zijn onderbuik. En uh, hij doet ook allerlei uh, rituelen eigenlijk. Hè. Dus die zijn nu wat christelijker geworden. Maar mediteren, yoga, dat deed hij ook allemaal op zijn kanaal. Uh, waarin je dus zag inderdaad dat hij al veel meer soort van inkeren aan het maken was. Ja, ik, ik, ik lees hem nog wel iets, iets, iets anders hoor. Dus, um, kijk, bij, zowel bij Russell Brand uh, als bij Jordan Peterson uh, valt op dat die mensen juist heel erg emotioneel zijn. Uh, dus, uh, de, maar er zit een soort emotionaliteit, hè, waar het gaat om de ultimate concern, zeg maar. Wat, waar, waar draait het nu uh, echt, echt uh, om? En, en uh, bij Brand uh, zag je lange tijd dat hij zich natuurlijk enorm uh, ja, opwond over... Uh, alle misstanden die, die hij. Uh, met, met name sinds corona. natuurlijk uh, aan het licht zag komen. Uh, en wat, wat er uh, gebeurd is, in mijn optiek. is dat uh, hij op een goed moment. Uh, een soort de. je kan zeggen. De, uh, dat hij dat globalisme. ook als een soort geestelijke. crisis heeft opgevat. En dat is overigens in de lijn. want dat doe ik precies hetzelfde. Dus als een soort geestelijke. Uh, ...crisis, waarbij... Met de, uh, of, ...maar ook een geest daarin... ...misschien wel kwaadaardigheid... Hè? ...dus, dus, de, dus de, dat is die donkere kant... ...waar Marlies het over heeft... ...dat hij dat echt ten diepste zo ook voelt... ...van hier zit iets kwaadaardigs in... ...dat zie je bij, bij Jordan Peterson ook... ...als je ziet de mate waarin Peterson... ...boos kan worden bijvoorbeeld... over de, hele, in de transgender operaties... ...bij kinderen... Dat is, ...dus hij voelt iets kwaadaardigs daarin... Hè? De, 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 ...zo trekt hij zich dat persoonlijk aan... ...en dat zit bij... Russell Brand ook, dat hij juist in dat gevoel, en wat ook heel extra vet is, want in die zin maken we het ook allemaal mee. Hè? Dus, dus, uh, um, hè? Maar het gaat wel diep naar binnen. Er komt daar een uh, reactie die, uh, waarin hij, denk ik, uh, punt 1 dus, in dat globalisme zelf iets kwaadaardigs heeft ervaren. En de vraag naar uh, spirituele weerbaarheid, eigenlijk urgentheid: van waar sta ik nu eigenlijk zelf? En dat dat dus die, die, die samen met uh, misschien ook wel de, de spijt of de vroeging die hij had... over zijn eigen levenswandel of de, de dingen wat hij... dat hij de noodzaak voelde van een soort van spirituele weerbaarheid. En dat is bij... Uh, van, uh, eigenlijk als een soort antinihilistische beweging. Dat hij het nihilisme uh, er, heeft ervaren in, in die globaliseringstechnocratie... Uh, en, en, en dat ook in verband heeft gebracht met zijn eigen leven. Van wacht even, juist wanneer je zo leeft, uh, en dat, dat zie je ook in die, in die voordracht. Hè, van juist wanneer je uh, zo leeft, dan, dan je, word je heel vatbaar voor de verleidingen. Van, uh, van we take care of it. Dat zegt hij dan ook: we take care of it. Van, je, uh, dus de of het nu gaat over je gezondheid, of het gaat over je geestelijk welzijn. Het systeem biedt allemaal antwoorden. Veiligheid, wij gaan het voor je regelen. En, en dat eigenlijk de hele kritische functie die, die wegvalt... dus te maken heeft met een gebrek aan, aan spirituele weerbaarheid. En dat, die, en, en dat dat dus een soort strijd wordt tussen ja, goed en kwaad. Om... Nou ja, dat, dat wou ik dus even ook uh, toevoegen. En dan ook even graag jullie mening daarover. Want uh, Russell heeft dit ook gedaan bij Tucker Carlson... Ja. Ja, dus uh, Tucker Carlson ja. die gaat nu hele vol, uh, nou ja, ja, drie keer ooit of zo. Uh, ja. Daar uh, geeft hij nu. Uh, wij zijn heel trots op ons event, ja. <laughs> maar dat is ja. toch een paar slagjes groter. Ja. Uh, maar je ziet dus dat gemeenschappen daar ontstaan hè, van ja. gelijkgestemden. En uh, mensen zijn dus bereid, hè, wat je ook hier bij ons ziet, om uh, daar echt uh, ja. naartoe te gaan. En uh, Tucker Carlson is natuurlijk, uh, die heeft daar nu al denk ik zo'n jaar echt een coming out over gedaan, dat hij zegt van, uh, ik vind, uh, dus hij zegt, hij is altijd gelovig geweest, maar hij vindt het nu echt ook een wapen tegen het kwaad. Dus ja, het gaat ja. Dus die weerbaarheid. Goed ja. en ja, dus jij ja. noemt het weerbaar, maar dat ja. Ja. Dat, goed, dat goed, en kwaad, dus dat dat haalde we niet dat globalisme. Misschien ja. moeten we er nog meer dingen bij benoemen, maar dat 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 um, Tucker gaat echt nog veel verder. Die vindt dat echt um, uh, ja, de, de Satan, zeg maar, nee, is ja, zover. Nee, zo dat bedoel ik. Dus dat is, dat ja, maar je hebt een hele belevingswereld bij ja. ja. die wij ja. niet kunnen zien. Ja. En jij nee, hebt heel veel je nee, hoofd. Ja. Maar dat is wel wat, ja. wat de coming out was, ook van Tucker Carlson: Van uh, Satan komt. En jij, Lucifer komt een jij. Dus je moet je uh, wenden tot het, tot het goede. Ja, nou ja, ja precies. Nou kijk, um, nog even los van alle um, uh, mythische religieuze motieven. Ik, uh, voor mij is eigenlijk al heel vroeg ook in mijn eigen filosofische wording... Uh, dat idee van bovenindividuele krachten of sferische Boven individuele krachten die ergens zitten. Ik heb dat bij corona ook weer heel sterk gevoeld, maar ik heb het in verschillende situaties en tijden. Uh, ik denk dat ik er ook erg gevoelig voor ben. Maar je voelt van ja, er komt hier iets op en, en mensen gaan daarin mee. Ja, maar. En ik denk dat dat uh, ook bij Russell Brand is, is dat volgens mij ook een hele beslissende ervaring geworden rond corona. Van dat je ja, voelt van wacht even, er sluit zich hier een net en het gaat er niet om dat mensen daar. ...wel overwogen voor kiezen, maar ze raken in de ban van iets. Weet je. Dat is een soort betovering die, uh, die, die gaande is. En ik denk dat dat... Uh, uh, ja, de vraag is nou, vervolgens, hoe, hoe, hoe kun je daar... Uh, het, nee, dan, dan kom je al met het Nieuwe Testament, het borstwapen van het geloof. Hè. Zo, 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 zo spreekt Paulus er ook uh, over. Het uh, is dus, dus uh, ja, inderdaad letterlijk bijna strijdend... Uh, ...met, uh, met, met kerstens aan je zijde. En dat, dat voel je nu eigenlijk terugkeren. Dat vind ik zo fascinerend. dat Je voelt dat dat terugkeert... Uh, ...bij uh, ja, zo'n Russell Brand soort avant-garde. Ik bedoel, het is niet een, een of andere oud-geriformeerde of zo... Die, ...maar dat is een man die, de, die het een hipster, helemaal Een hipster, heeft. Een hipster. Een hipster, <laughs> een hipster, een hipster uh, die er helemaal nee. doorheen is gegaan. Die ja, nog aan de soja-latte heeft gezeten. Oh, uh, ja, maar ook, ook daarvoor natuurlijk uh, echt, echt zwaar onder drugs... Uh, seksueel natuurlijk volledig uh, alle mogelijkheden verkend, um, dus dus die die uh, en en die komt dus door ja door in zo'n pad komt die uiteindelijk uh, nou ja hierop, hierop terecht en dat en dat vind ik fascinerend en de reden waarom ik het als gesprek hier ook heb ingebracht is dat dat de, ik vind dat een teken destijds. Ja, ik ben heel gevoelig voor trends. Ja. Dat is toch een beetje. Maar, maar hoe, hoe zie jij dat? Ja, nou ja, ik, ik had het toevallig. Uh, dit is wel heel persoonlijk, maar ja, het is toch wel mooi, denk ik, binnen dit gesprek. Is. Uh, ik had het met mijn dochter uh, ja. ook uh, hierover. En, uh, en toen zei jij, Ja, ik denk dat jij niet zo kan doorvoelen, want je bent mijn dochter. Maar binnen de generatie, zeg maar, mijn generatie, werd ik best wel als soort seksgoddess gezien. Hè? Mm -hmm. Dus wat ik doe. En uh, om, gerelateerd aan mijn vak. En toen zei ik, ja, als iemand nu met mij op date zou willen, dan zou ik graag willen dat hij zou zeggen, ga je dan mee naar de kerk? Mm. En toen zei ze heel veel mama, jij blijft me ook echt verbazen. En toen zei ik, ja, ja. En ik weet dat ik altijd wel heel gevoelig ben voor de tijd, maar dat is wel wat ik nu, zeg maar, ook heel erg voel. Dus dat geeft wel ook aan waar zij ook heel erg zitten. Ja, ja. Toch, dat is toch een beetje wat je bedoelt? Of oh, ja, 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 ja. Nee, nou ja, nee, nee, jij ja, verbaast ons ook een beetje, ja. Ja, nee, nee maar ik vind ik wel... het wel mooi dat je het zo vertelt. Ja, ja. Ja. Dat is. Uh, weet je, ik, ik heb misschien wel een beetje net als Russel ook uh, best een wild leven geleefd. Nou, daar, daar, daar kon ik echt mijn bed niet meer voor uit. Maar wel om samen te bidden. Uh, dus als en zegt, waar zit hem dat dan in voor jou, die omslag? Ja. Ja, dat is, daar, daar hebben we ook een beetje jullie voor nodig. Hè? Dus ik ben heel goed ja, maar, in de, waar de tijd, tijd, tijd uh, aanvoelen. Waar, 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 waar heeft dat mee? Je kan zeggen, ja, je wordt ouder. Hè? Maar, dat, maar dat, is, dat is een beetje een flauw antwoord. Ja, dat is zeker. Want, de, want de, vraag, de vraag is natuurlijk wat je in die jaren dan wat er met je is gebeurd of hoe je dat ervaart, uh, dat, dat, dat je uiteindelijk zegt van ja, dit, dit, dit vind ik dan toch. Betekenisvoller of zo? Ja, ik denk toch dat je het, 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 het zijn heel veel assen, hè? dus het is het, het, het uh, je hebt het uh, globalistisch leven natuurlijk helemaal geleefd. Ja. Ja. Ik heb het feministisch leven helemaal geleefd. Ja, ik weet nog niet Ik uh, heb het kapitalistisch uh, leven helemaal geleefd, hè? dus het is misschien ook wel totaal decadent <laughs> dat je kan zeggen: van ja, je hebt het allemaal geleefd en dan zeg je nu dit. Hè? Lekker, je hebt het allemaal meegemaakt. En dat is ja. bij Russell Rand ook. Um, maar ik denk toch dat het uh, een, 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 uh, een, een, een opdrift zijn van waarden en normen die je niet met elkaar, zeg maar, kan. Nou, uh... ook als iets persoonlijks dus. Ook dat je zegt van zo, 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 zo wil ik niet, zo kan ik niet. Dit, dit... Nou, als iemand met mij naar de kerk wil. Ja. Dat, dat is natuurlijk zoiets anders. Ja. Ik moet ik moeten denken aan David Bowie. Hè? In Modern Love. Dan zit hij, get me to the church on time. Ja. Uiteindelijk heeft hij die vrouw gevonden hè, trouwens. vind ik wel heel mooi ook bij Bowie. Die, ja, maar er zit natuurlijk juist ook... Juist omdat je dat decadent leven ja. hebt geleefd. Ja. Uh, en en, en die, die kan helemaal leeg hebt mogen drinken. Dus je hebt ook heel die kant mogen zien. Ja. Uh, dat je toch ook een ja daar zit een, een, een ook een spirituele leegte in ja ja daar kom je toch ook op die uh, dat nihilisme promen toch, toch dat nihilisme en ja. ook uh, waarom denk ik het dus ook veel zich bekeren tot moslim of moslimaar ja. dus daar zit dat natuurlijk ook een beetje in aan. en dat ik ben helemaal niet dat ik voor hoofddoek ben maar daar zit natuurlijk ook een beetje in van. Ja, als jij voor mij kiest zo, dan kies jij echt voor mij. He, dus het gaat ook voorbij het object. Nou, ik ben continu mijn werk bezig geweest met subject en object. Ja. He, wanneer ben je object en wanneer ben je subject? Dus toen ik de blote billyjurk ontwierp, uh, inmiddels 30 jaar geleden, um, en heb ik ook als experiment gedaan. van Ben ik over de wallen gaan lopen. En meer of meer naakt. Ik had er niks onderaan, ook hakken. En toen dacht ik ook, ja. Als het nu gevraagd wordt van hoeveel kost jij? Dan heb ik het verkeerde ontwerp gemaakt. Weet je, want dan ben ik object eh, van lust. Waarop geprojecteerd kan worden. En, eh, dus ik liep daar over die wallen met de jurk. Eh, eind jaren tachtig. was toen echt heel gevaarlijk. Ik was toen heel zenuwachtig. In mijn eentje. En eh, echt alle mannen deden zo. Het was echt opvallend. En ik zag er echt wel prikkelend uit. Dus voor mij was dat, zeg maar, mijn ontwerp was geslaagd. Van, nee. ik, had, uh, ik kon er toch sexy uitzien, maar ik was niet object, zeg maar. Hè, dat. Dus, maar goed, die hele zoektocht... Maar dat was, dat was ook door de ontregeling, hè? Dat was ook door de echte confronterende ontregeling. Het, het voldeed natuurlijk niet... Maar je zou het nu uh, niet doen. Nee, ik zou het nu niet doen. Nee. Dus het paste in die ja. tijd en ja. in deze tijd... Ja. Niet. En nee. dus ook mijn, uh, uh, mijn uh, ontwerper... hebben een hele transformatie uh, uh, doorgemaakt. Omdat natuurlijk die vanaf de jaren negentig... die empowerment uh, ja. dus, uh, die, die uh, opkwam. Uh, en zeker, zeg maar, toen ik ontwierp in corona in maart 20, toen zei ik, ja, heel die empowerment dat gaat helemaal niet meer landen, weet je wel, die vrouw die die gaat een hele andere rol krijgen. Dus toen ging ik in één keer. roze met hartjes. <laughs> is mijn bestsellercollectie geworden. Um, maar dus dat er een. Uh, dus in mijn werk zit nu. Kijk, ik zeg feminine feminist. En ja. de eerste deel van mijn werk was vooral het laatste, feminist. Ja. En nu in mijn latere werk is. Feminine, zeg maar. Krijgt weer een heel ander soort plek. Ja, ja. Nou ja, ik denk dat, kijk, dat dat is natuurlijk Is het ook... vaag trouwens? Nee, of... nee, 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 nee ja. helemaal niet. Oh. Okay. Nee, maar helemaal niet. Maar het heeft natuurlijk al ook... Uh, nee, het was natuurlijk een reactie op mijn vraag van wat is dat dan bij jou uh, persoonlijk wat het uh, in, in gang heeft gezet. En, um, ja, het is persoonlijk, maar het zit ook in mijn ja, werk. Maar zit, nee, maar dat is bij jou natuurlijk al gehad dat ja. samen. Maar um, kijk, het heeft denk ik wel alles te maken ook met uh, een, een maatschappelijk klimaat dat uh, anders wordt. Je ziet zeg maar ook de... De donkere en de schaduwzijde. We hebben net bij uh, Nieuws van de Week uh, heel die Diddy-affaire uh, besproken. Nou ja, we weten natuurlijk al sinds de laatste, uh, met name de, de hele MeToo-discussies, uh, uh, wat voor donkere randen er, er aan zitten. Nou, ik, ik weet het ook al wat langer, omdat ik David Lynch kijk. Uh, dan weet je al uh, wat voor donkere randen uh, uh, ook, ook die, die uh, seksualiteit uh, heeft. De Twin Peaks voor de kijkers. Ja, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Ja. maar het zit ook in ook Broefwet met allerlei uh, films voor hem. Um, maar goed, dus, dus de, dan, de, bij hem zie je dus inderdaad ook heel, heel duidelijk dat het een soort uh, kwaadaardige macht wordt. Hè? Als je het hebt ook over die seksualiteit wordt, een soort kwaadaardige macht. Dus dan zit het niet alleen maar in de bevrijdingssfeer, maar ook in de ja, uh, juist de. de Bezetenheidssfeer. Uh, en, uh, uh, en ik denk dat dat ook de laatste jaren steeds verder ook, ook zich opdringt. En ook dat dat bij zo'n Russell Brand, hè, dat je denkt: wacht even, ik was, versla ik was eigenlijk bezeten, ik ben verslaafd. En hoe, Jelle hoe, ja, had het over die zonde, vond ik wel mooi, maar van hoe, hoe, hoe kan ik meer uh, überhaupt van, van uh, bevrijden? En uh, misschien zelfs uh, in het reinen weer komen. Hè? Dus iets, iets van, van reiniging. Uh. Ja, maar het zijn ook de, de mensen die de tijd hebben gemaakt. Hè? Ja. Dus ook ja, van Ruffel. Ja, uh, en ik op mijn kleine manier, ja. zeg maar, maar wij zijn ook de tijdshapers. Absoluut. En wij ja. wij channelen een soort de tijd. En wij verbeelden de tijd. Maar de tijd is gewoon gigantisch gekanteld. En dan zijn er natuurlijk maar een paar die echt in beeld blijven zo lang. Ja. Hè, want de meeste die, ja, die, die verdwijnen van het toneel kunnen, kunnen die, dat publiek niet vasthouden. Ja. En, en als je dus diegenen die dat publiek hebben weten vast te houden. daar zie je dus de, de tijd. de mm. tijdgeest. G grappig. Gaat ja, veranderen ik, ik in het die, die persoon. Dat ja, vind ik wel mooi. Want ik, uh, je, voor jou is Madonna heel belangrijk geweest. Hè, als, als cultuurfenomeen. Ja. Hè? Ja. Um, eh, terwijl als ik Madonna de laatste jaren zie, denk ik van. meid, weet je wel wat. Huh. Ja, maar die, vert die is... vertegenwoordigt dus niet meer de nee, tijd. precies. Dus Dat bij is... haar is de tijd voorbij dus krijg je ja. echt, Ik krijg daar echt associaties met een picture van Dor of Dorian Gray. Ja, maar het doet er dus die, ook gewoon niet dus, toe. Die wordt dus gewoon, die wordt echt wel aardig in de gezicht. Iets, iets, ik, die, ja, maar, nou, maar, maar die heeft dus niet die beweging gemaakt. Nee, nee dus, dus, dus tenminste, ik vind interessante nee. figuren. Hè, dus ja. die, en daar is zo'n uh, Peter, uh, Jordan Peterson, uh, uh, Russell Brand, Tucker uh, Carlson. Russell, ja. En zo zijn er vast nog veel meer te noemen. Uh, kijk, Eva is nog jong. Ja. Weet je? Maar diegene die dus, dus zo lang meegaan. En, ja. en dat kapitalisme, dat neoliberalisme, noem het ja. allemaal maar op. Eigenlijk maximaal omarmd hebben. Het zijn geworden. Mm. En ja, tot inkeer zijn gekomen eigenlijk. Van, ja, ik heb het hier al vaker gezegd... het had ook een prijs. Absoluut, ja, absoluut. Jelle, jij bent aan het luisteren. Ja, nee, ik vind het fascinerend... en heel mooi hoe je het stelt, Marlies. Dus uh, ik ben, ik ben uh, buitengewoon geboeid eigenlijk. Um, wat ik ook mooi vind, is dat jij eigenlijk zegt van... ja, maar dit is de nieuwe tijd. Terwijl de klassieke interpretatie is natuurlijk... eigenlijk meer van deze mannen verkeren in een crisis... Uh, en in een soort splendid isolation uh, richten ze zich tot de natuur of in de woestijn tot een god een... en ze komen terug maar jij zegt eigenlijk van nee ze channel iets groters dit leven met meer mensen en dat voel ik aan de ene kant ook wel nou, ik was... aan de gaat, andere kant even, 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 gaat, even, tussendoor, ja? Ja, maar even tussendoor ik was hier zo door gefascineerd dus ik heb so social media helemaal nee. gescand en dan zie je eigenlijk bijna iedereen een soort van onze leeftijd ik vind je het disgusting ja. disgusting ja. wat daar gebeurt ja, maar dat zijn een beetje links progressieve. Nou, de... Boging, ook hè? mensen die hier wel eens aan tafel zitten. Ja. Oh ja, ja. Nou, hoor. Ik denk, ook, denk ja. dat het, de menigte kijkers zal <laughs> ook denken van wat walgelijk. Ja. Wat krijgen we hier voor? Ja. Wel, ik, 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 ik neem weer een stap terug. Hè, zonder me tot. Vind ik het als fenomeen, vind ik het inderdaad heel veelzeggend. Heel veelzeggend wat hier gebeurt. Daar, daarom leek het me goed om het, om het te bespreken. Maar jij was bezig. Ja. Nou ja, precies. Om, dus wat is de veelzeggendheid? Ik denk dat het uh, sowieso in een leven uh, is het goed om zo nu en dan eenzaam te worden. En afscheid te nemen uh, van de wereld eigenlijk. Hè? En dat je hoopt dat je dat met je, binnen je relatie uh, kan doen. Nou, de meeste mensen slagen erin. Heel veel mensen slagen er ook niet in. Die nemen ook afscheid van vrienden en van, 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 van hun liefde. Uh, uh, maar da, da, dat er zo'n soort beweging in het leven is van inkeren, en afscheid en... Dat heeft niks te maken met het liederlijke kapitalistische leven van de jaren negentig. Dat, dat ieder, ieder leven in iedere tijdperk kan dat, denk ik, hebben. Ja, denk ik denk ook. En uh, in die zin zijn er ook heel duidelijk overeenkomsten met eerdere profeten, als je zo'n grote vergelijking zou willen maken. Want ze staan toch op een grote podia te verkondigen dat, uh, dat je in Christus verder kunt leven. Het zijn geen kleine uh, claims en ze hebben veel uh, mensen in het gehoor. Dus ze, ze zouden een soort moderne profeten kunnen zijn. Die vergelijking is in ieder geval wel te maken. Um, maar ja, misschien is het dus inderdaad meer dan alleen maar die uh, afzo afzondering die bij, bij ieder leven wel hoort. En komt er toch nu inderdaad in de tijdgeest iets religieus, iets breders op. Ja, dat zou kunnen. Maar ik vind ook geen Kijk. afzondering eerlijk gezegd. Hè. Dit, uh... Nee, daarvoor is het de media ook. Ja, nee, ja. ja, Dat maar dat, goed, dat, wel is, dat is misschien ook uh, de bijsmaak die ik erbij heb. Anderzijds is, is dit natuurlijk ook uh, het medium waarin we zitten. Ook met elkaar. Wij nemen dit ook op. We ja. hebben een vrij persoonlijk gesprek en dat wordt ook opgenomen. Dat zenden we ook uit. Hè? En, en dus dat, dat is eigen aan het medium. Ja. Die, die, uh, en, en dan zie je dat dat, dat makkelijk over kan gaan. Hè? Dat je toch een persoonlijke connectie krijgt met je publiek. Uh, tot, tot en met. De, de, dat je als persoon eigenlijk niet eens meer in functie. Hè? Want het is niet dat ze daar staan als dominee. Nee. Hè? Dus jij geeft het woord profeet. Dat is misschien ook wel de profeet. Is, heeft, heeft ook meer een eigen naam. Hè? Die die staat ook op, uh, ja. die spreekt uit als Russell. Dus de profeten zijn eigen namen. Uh, en eigen namen staan altijd op gespannen voeten met, met instituties. Uh, dat, dat geldt ook voor de universiteit. Uh, dat geldt ook voor geloofsgemeenschappen. Ja. Dus je wordt daar, en dat zie je. Dus dat is hun woestijn. Dus de woestijn is dat je alleen staat binnen zo'n institutie. Ja. Dat je een beetje daar verketterd wordt of, uh, niet, niet, of, of zelfs uitgestoten wordt. Of, uh, en dat is natuurlijk ja, dat met Pietersen gebeurd. Dat is mooi wat je nu zegt, want dat doet mij denken aan dat zij, dus, dit zijn dus mensen die heel erg in die positie hebben gestaan: van, van uh, 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 ik moet meer tegen bewapenen, ik doe hier niet meer aan mee, uh, ik, ga een, ik zie mijn eigen lied, hè, tot hier en niet verder. Uh, maar ook wel daarmee heel erg in zichzelf opgesloten geraakt zijn. Dus, en ook wel zullen twijfelen aan uh, ja, ben ik nou de enige die dit vindt? En dan ga je anderen opzoeken. En dan is natuurlijk die geloofsact die er dan bij komt, dat is wel een moment van overgave. Nou ja, het zit er heel duidelijk in. Hè? Dus dat ze, ze, ze zeggen eigenlijk van die controle willen we afwijzen. Maar op een gegeven moment ga je natuurlijk ook, ja, dan, dan sta je daar in je eentje. En dan geven ze zich over. En dat is wel, ik, volgens mij is dat nee, wat heel veel mensen tegenwoordig zouden willen omdat je... Het... Zeker. Wij uh, nou, hebben, dan... hebben er nou nog ja. wel eens een uh, drie aan gewijd uh, ja. Aangewijd, ja. hè. hebben een soort... Uh, ja, Hoe noem je zoiets, wat we deden? Ja, het is... Het, het, het... het was college-achtig. Ja, maar het had ook een hele praktische elementen. Ja. Het was uh, bijna een soort seminar-achtig. Ja. Uh, en dat aangebijd. hadden we als thema... Dat is denk ik ook al vijf jaar geleden of nog langer misschien. Ja. Dat hadden we zeven jaar, denk ik wel. Toen hadden we ook als thema overgaan. Overgaan. Ja. 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 En dus toen, ja. toen ook al voelden we het wel van... En jij ook van... Dat ja, het, is een thema wat. Het in heel... staat van verwarring is het in 2013 een ja. boek is het eigenlijk het centrale thema. En volgens mij was het ook in het, in in het verlengde daarvan. Dat ja. 15, 16e deed of zo. Ja. Iets. Maar dat dus kan, kan de moderne mens zich nog overgeven binnen een huwelijk of relatie? Of, of waar geef je aan over? Dat dat, dat overgave? Ja. En je had toen ook een aantal. Uh, nou, ik denk wel dat films, uh, misieken, ja. en, en, en Een eerste stapje in uh, een antwoordontwikkeling. Uh, Ad, Ad heeft er inderdaad een, een prachtige filosofie over geschreven. Maar aanzet je daarheen. Mensen zijn natuurlijk uh, in, een, in een maatschappij die vervlakt is geraakt. Waar heel veel vormen verdwenen zijn. Ja. Um, ook op zoek naar overgaven, maar het is nog niet zo makkelijk vertaalbaar naar de wereld. Kijk, mijn opa en oma, die voor het eten uh, werd er gebeden, uh, na het eten trouwens ook, er uh, werd bijbel gelezen na het, uh, na het eten, dat was een ritueel, was soms was niet altijd even uh, hoogdravend interessant, maar dat maakte het mogelijk om verbinding te zoeken tot, uh, tot iets wat ook rust gaf, waar je aan overgaf, waar je ook mijn opa en oma zelf wel van gedacht zullen hebben, ja, was dat nou zo'n interessante bijbelpassage? Uh, volgens mij niet, maar het was wel iets waar ze zich uh, in, in de herhaling en in de diepte die dat toch gaf, de traditie, omdat we nou dus dat ook de, hadden, ze die, dat materiaal. En dat is uh, maatschappelijk gezien natuurlijk uh, uitgefaseerd, dus er zijn nog heel weinig mensen met de, de, dit type rituelen, maar er zijn er wel meer, denk ik, te noemen. Uh, samen eten, überhaupt, weet je wel. Het is niet alleen maar niet meer bijbel niet meer bij lezen, maar eet je nog wel samen en op een gegeven moment dan stel je toch cultureel volgens mij wel vast dat er ook gewoon heel weinig dingen zijn waar je nog in kan overgeven, dus die ja, wat is wat is er nog over en dan dan verschijnt toch als je eenmaal in al geloofd in zo'n crisis zit, want dat hebben Russell Brand en Jordan Peterson denk ik, al gezeten. Dat hebben we nog niet echt besproken. Maar de negativiteit die voorafgaat gaat aan die aan die overgave, hmm. dus die dat nihilisme is wel ook echt. Uh, uh, Denk ik wat Byung Chu Han ook mooi beschrijft: van ja, die, die soepele wereld waar alles vermieden wordt, waar alles kan en een decadent wordt, maar op een gegeven moment kan het natuurlijk ook echt heel, heel pijnlijk worden en iets verdrietig. En, en, en dan kom je natuurlijk juist in het verdriet en de pijn, dat is ook bekend, dan, dan kom je dichterbij uh, bij God eigenlijk. Hè? Dus dat is dan word je ontvankelijk voor het hogere voor het hogere. En um, maar wat ik wilde zeggen is die ontvankelijkheid. Um, die, die, die overgave, ja, welke vorm heb je nou om je over te geven? Oh. Er, er, er is natuurlijk veel, veel verdwenen. Dus ik snap wel dat, dat ze dan op een gegeven moment... ook echt naar een oh. heel traditioneel nou. christendom terugkeren. Ja, maar dan, 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 waar, dat... Waar in die vorming dus, ja. dus eigenlijk ook... Wat, ja, in de, de protestantse traditie is natuurlijk alles ook afgeschaft. Hè? Dus de, de kerken zijn, uh, ja, zijn ook niet eens meer open. Dus die, de, de sommigen nog wel, uh, maar er zijn geen beelden meer. Er is... Hm. Uh, het, 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 het resoneert ook niet verder. Ik bedoel, behalve de evangelische traditie, en er geeft meer de gereformeerde traditie dan in, in op een bepaalde manier in Hollywood. Dus je zoekt ook die vormen. En dan kom je ook bij meer. Uh, klassieke dingen, zoals bidden met z'n allen. Terwijl dat is natuurlijk eigenlijk een heel oer iets. Dat is, uh, bedoel, dat deden ze in... Uh, en zingen met elkaar. Dat, dat... Ja, dat is ook allemaal wel vrij protestant, hoor. Dus, dus ik, 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 ik vind ook hun manifestaties... bezit een beetje in de evangelische hoek. Hè? Zoals ja. ze nu... Maar het zit niet heel erg in... Laten we zeggen, de traditioneel-institutionele nee. hoek. Nou, bij Eva bijvoorbeeld ja. wel, hè? Bij Eva wel, maar dat is ook weer een uh, verschil. Maar bij hen zie ik meer... Ik me nog niet helemaal duidelijk, maar zie ik meer... een soort evangelische... Ja. Uh, trend erin. Um, een paar dingen hierover. Hè, naar aanleiding van die uh, overgave. Um, wat mij opviel, om dan toch naar. Ik, ik hoop dat iedereen even kijkt, wat, wat de twee uh, daar hebben gedaan bij. Um, uh, dat Rescue America, dit evenement. Um, er wordt eigenlijk met zoveel woorden gezegd dat um, de. Weerbaarheid, ook ten tijde van de coronacrisis, uh, die nodig is om um, zeg maar, deze totaliserende trek in de moderne uh, westerse maatschappij om die het hoofd te bieden. Dat die weerbaarheid, uh, die geestelijke weerbaarheid, dat die vraagt om een transcendent principe. En, en uiteindelijk dat je, uh, hè, dus een, de, dat er iets moet zijn als een morele bron, of een spirituele bron, die, uh, die verder reikt dan jouw individuele opvatting en in willekeur, maar die eigenlijk ja, borg staat voor, voor de menselijke vrijheid. En, en, uh, dus zij zijn eigenlijk bijna via de. Ja, de verelending in, 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 in spirituele zin eh, zijn ze, in ieder geval bij, bij uh, Russell Brand, eh, zijn ze bij dat christendom uh, uitgekomen. Waarbij heel uitdrukkelijk, en dat is opvallend, eh, want eh, we hadden het net over overgave. Ja, het is een overgave, maar tegelijkertijd, en dat, dat, daar doen beide een beroep op. Eh, eigenlijk de waarborg voor de vrijheid. Ja. Dus christendom en vrijheid worden uh, heel uitdrukkelijk met elkaar verbonden. Van het christendom als religie van de vrijheid, uh, maar de ware vrijheid. Hè? Dus een vrijheid die juist ook bestaat in een vorm van overgave en binding. En uh, als je dus niet die uh, bron hebt, dan word je eigenlijk veel vatbaar voor wat, wat de overheid zich als, als een soort god op aarde gaat inbeelden. Die gaat jou de veiligheid geven, die gaat jou het geluk geven, die gaat... maar die gaat uiteindelijk ook jouw vrijheid afnemen. En je eigenlijk reduceren tot een ja, manipuleerbare atoom, die verder eigenlijk geen. Ja, die behoeftes uh, heeft. Uh, ja, die behoeftes heeft en, die, en, die, en, die, die, uh, en angsten enzovoort. En die, die, die worden bevrijd. Maar, uh, maar dat vind ik dus heel, heel opvallend, dat transcendente principe dat boven de staat uitgaat. Dat is, de, dat is de claim. Uh, en dat is een oude filosofische lijn overigens. Uh, die kom je ook in de reformatorische wijsbegeerden tegen. Uh, dus dat, dat, dat er een beginsel moet zijn ook dat de staat overstijgt. Juist om, zodat de staat niet totalitair uh, wordt. Dat je altijd als het ware een kritische distantie houdt. Daar doen zij beide eigenlijk nu een beroep op. En um, ja, op, op, een, uh, op, op een hele juist emotionele manier. En aanvullend daarbij ah. denk ik uh, ook dat ze. Uh, eens. En uh, dat gebed, sorry, dat gebed is dan zeg maar die demonstratie van die overgave. En dat ze die ja, eigenlijk al oproepen uh, om, om, ja, uh, um, om van, van Christus zelf uh, die, die, uh, die steun te krijgen. Ja, maar het is ook. Tegen die rationele mens. Ja. Tegen die mens die de wetenschap op de plek heeft gezet van God, zeg maar. Uh, ja, nou in ieder geval die, 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 uh, een wetenschap waarin de mens eigenlijk... Uh, zijn ess essentiële natuur, dat hij een vrij wezen is... en een, ja, een geestelijk en wezen, dat die wordt ontbend. Ja, En dat hij dus ja. een geest, een ziel heeft. Ja, precies. Die, die tegen die wetenschap. Ja, dat ja. Komt. En dat dus zeg maar het feit... Dat er natuurlijk toch, ja, dat weten jullie beter dan ik, maar dat we eigenlijk niet meer mochten echt spreken We waren een zak al Ja, precies. Dat is en, uh, de... Weet je, ja. ja, en daarna ga je dood en whatever. Het is, weet je, dus dat je niet een bezield wezen bent. En dat heeft natuurlijk zo'n leegheid gegeven. En dat heb je in dat coronadebat... ja. Kon je een soort van niet winnen, zeg maar. Van die rationele manier van hè, wat we hier ook hebben gezegd: dat virus slaan we met de hamer kapot. En weet je wel, dat, dat dat ja, en dat mens... bleek uiteindelijk helemaal niet rationeel te zijn. Hè? Nee, dat maar dat is natuurlijk, maar dat is wel waar, 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 waar zeg maar, dat rationeel, uh, niet bezield mensbeeld dat werd zo koud en keel en hard en en vatbaar voor propaganda. En dat wat zij daar doen staat allemaal. Tegen dat. Dus het is een, zij definiëren hiermee een soort nieuw mensbeeld. Nou, of een heel oud mensbeeld. Een... Maar ze brengen het in stelling nu, en nogmaals, dat is ook eerder wel gebeurd. Hè. Dus, dus uh, het deed mij op een bepaalde manier ook weer denken aan die, die grote bewegingen in de negen, 19e eeuw. Hè, de Great Awakening. Dus dat grote ontwaken, wat dan, uh, elke soort spirituele. Ja, herbewapening in, in de 19e eeuw ook rond het christendom. Dus, dus de, uh, in een periode zo, uh, nou ja, 1860, 18, dan zie je dat ook in Amerika heel sterk. Um, en en, en het, daar heeft het iets van weg. Uh, of, of het zo massaal wordt, ja, dat zullen we moeten zien. Maar um, het, het, het wijst denk ik wel op een. Um, ja, op, op, een, op een hele fundamentele verschuiving, waar, waar jij het ook net over had. Ja, dat is mijn overtuiging. Ja. En ik denk ook dat het, een, uh, dat het een ontmoeting wordt. Het beetje wat ik symbolisch zei van... als je met mij een date wil, moet je vragen of ik mee naar de kerk wil. Maar dat je elkaar dus, zeg maar, van nou, daarop, ik... daardoor uh, herkent. He, dus we zijn zo van elkaar vervreemd geraakt. Mm -hmm. En dat dit weer... Uh, kijk, de, de soort van hè, als wij een event of als uh, Tucker Carlson, dat zijn ook ontmoetingen. Ja. Maar hier is het ook weer terug elkaar zien als mens. En weer, weer verbindend. Dus het is ook weer opnieuw de verbinding te vinden. Het bij is wel elkaar. grappig dat jij dat, die, die, dat, die daten noemt. Hè? Ook echt dat niet. is maar een voorbeeld. Nee, nee, nee. Het is, het is uh, ik bedoel, het is, al is dat qua term hè, vroeger... En toen wij jong waren, ging je nooit op daten. Dan had, had je een afspraakje of zo. Maar date, dat was echt op een gegeven moment in de jaren negentig. En ja, ja, je schuifelde aan. Ja, ja, zoiets. En wel naderdiend. <laughs> uh, maar, maar goed, het is nu allemaal daten. Maar sommige zijn, mensen zijn ook eindeloos aan daten. Weet je wel? Die, die, ja, die, die, de, relas en de Ja, dat is... Nou ja. Uh, maar ook allemaal vanuit die problematiek van een binding en een verbinding. Hè? Dat is, dat is de, uh, van wanneer... Uh, nou ja, dan ben je nog steeds aan daten. Maar wat mij opvalt, en we moeten dan denk ik bij de, bij de nieuwe wereld misschien in een andere context op een ander moment ook maar eens met elkaar eh, toch wat, wat nader op ingaan. Ook Als je gewoon kijkt op, op bijvoorbeeld op YouTube, het, het klimaat dat in de, in de man-vrouw verhouding is verslopen. Laten we zeggen, de geseculariseerde man-vrouw verhouding. Ja. Hè? Even, even dat zo is heel lang. Laten we het maar zo simpel houden. En niet niet uh, die christelijke man, maar gewoon geseculariseerde. Ja, dan zie je er toch wel een enorme verharding optreden. Uh, uh, vrouwen die massaal klagen dat uh, die mannen niet meer uh, willen daten. Maar die, die mannen die dan zeggen: Nou ja, uh, die, die vrouwen zijn alleen maar uit op uh, 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 hartstikke berekenend. En uh, uh, eigenlijk een, een, een enorme onderlinge vervreemding. Waarbij de verwijten over en weer gigantisch zijn. Uh, en, en, en wat we zien bij de 20-30ers, inderdaad, toch heel. Moeizame relatievorming. Uh, en, 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 en ook een soort cynisme, wat daar uh, voor in de plaats is gekomen. En, en dit is dus een soort escape route, en, en Ja, en ik, het, het lijkt alsof. Ja, die, de, de, jij zegt niet kerk, dus ik vind. Het, het heeft daar volgens mij wel allemaal mee te maken. Dus dat ook die hele intieme, elementaire relaties eigenlijk ook een soort van een woestijn aan het worden zijn. Absoluut, ik zag dat tien jaar geleden al in LA. Toen noemde ik precies yeah. dat. Van dit is, het is letterlijk een woestijn, LA. En ik zag al die relaties, het is een woestijn. Onvruchtbaar. Yeah. En we maken ook weinig kinderen. Maar het is, dus het, 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 het heeft daar ook absoluut, denk ik, allemaal mee te maken. Maar dat begint toch met wat voor mensen en wereldbeeld heb je. Yeah. En dat je dan, Jordan Peterson en uh, Russell Brand... een soort volkhanger zijn, om dat dan van dat je dat opnieuw kan herijken, He, dat ja. je kan iedere dag een soort van daarin opnieuw uh, ja. Ja. een andere keuze maken. Ja, jelle, ja. Uh, dan hebben we het over een relatie. Hey, zo ja, bent... ja, ik ben een <laughs> beetje aan het luisteren vandaag. Ik ben aan ja, nee, maar volgt het luisteren. Je moet meedoen, hè? Ja, want <laughs> ja. ja, ik zit in een gelukkige relatie. Ik heb wel medelijden met de mensen die het niet voor elkaar krijgen. Ik zie het ook wel om me heen. En vroeger was het natuurlijk juist een kerk of een uh, festival of zo... waar je elkaar nog tegenkwam. En die, uh, maar er zit een soort link in die, in die vrijheid. is... Uh, Beetje ver gezocht misschien, maar ik zal hem toch even delen. Ik denk dat Jordan Peterson en Russell Brandt ook allebei echt diep gecanceld zijn geweest. Dus die je ziet in hun vrijheidsliefde is ook ontstaan omdat ze dus weggedrukt zijn. En dat is inderdaad al in de wetenschap ja. zelf. Dat, uh, de, 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 dat je nog überhaupt een oordeel hebt over de data. Uh, dat je nog handelingsruimte zoekt ten opzichte van een model. Bijvoorbeeld of het nu gaat het over stikstof of duurzaamheid of... De Europese Unie en migratie. Uh, überhaupt die handelingsruimte innemen. Die vrijheid ten opzichte van model en wetenschap. Die hebben we al niet meer. En daar, daar, op, dat, op dat niveau heeft ook Jordan Petersen al geworsteld. Hè? Want dat is een hoogleraar. Een vermaard hoogleraar. Dus hij heeft ook een, een publicatieprofiel, zeg maar Harvard-stijl. Dus dat is, echt, dat is echt iets anders dan hoe Adel en ik opereren. Uh, dus het dus is gewoon een beest geweest in uh, publiceren. En uh, absoluut helemaal in de wetenschap gezeten. Maar dus ook die druk ervaren heeft op een gegeven moment. En dat Maps of Meaning geschreven, parallel aan zijn wetenschap. Dat gaat eigenlijk over Jumiaanse godsdienst. Ja, het nieuwe, boek, het nieuwe ja. boek zal echt, denk ik, meer christelijk zijn. Maar we weten het ook nog niet. Want hij heeft er ook, hmm. ook, ook, ook nog niet echt college over gegeven. Um, dus, dus we houden dan maar vast aan het Jumiaanse model. Hè, waarbij religie dus eigenlijk gewoon een soort ook narratief is geworden. Hè. Dus ziel of zo, zo'n term is dan niet helemaal van toepassing. Maar in ieder geval, dus hij heeft altijd al die verhouding gehad van grote gedachten, maar weinig. Vermogen om dat in het regime van kennis tot uitdrukking te brengen. Dan is hij uiteindelijk dat wel op YouTube gaan doen, groot geworden. Uh, politiek ruzie gaan maken rondom gender. Dat is eigenlijk ja, ook een beetje oude systeem gestapt. Ja, maar dat, ja. De, het beslissend is dus dat hij ook door de professie eigenlijk. Uit het systeem gecanceld is, ja. Nou, ja, ja het, is een, het is een dubbele beweging. Gestapt en gegooid. Ja, gestapt en gegooid. Nou, oh, ja. Diep beledigd dat hij eruit nou, nou, ik snap het wel, want voor hem is het natuurlijk een belangrijk vaatje om uit te tappen dat als je therapie geeft aan mensen. Dan uh, maak je nog echt mee waar ze... Het is natuurlijk ook verschrikkelijk onterecht wat hem nu zo overkwam. Absoluut, maar het is natuurlijk ook voor hem. Hij tapt ook natuurlijk uit de tijdgeest. En hij weet ook dat we in een andere tijd leven. Dus als hij niet meer mensen spreekt over hun meest uh, intieme ah, zorgen, hij, hij, dat, dat haakt maar, hij af. Dus dat maar, was volgens mij hij, waarom hij dat die, wilde blijven doen. Die, die man die kan oneindig veel mensen over de vloer kruiden. Het gaat natuurlijk ook omdat hij op die manier de, de instituties aan de kaak stelt. Maar goed, verder? Ja. ja. Nee, maar dat is ook een goed punt dat jij nu maakt. Ja. Zo van hij... hij, hij ja, tuurlijk. Wie? nou, ik, het is niet zo. Dit, dit klinkt nu wel heel opportunistisch. Hij, ik, nee, nee niet hij op, was ja, echt hij heeft, niet opportunistisch. Het is principieel ja. dat, dat ze hem ja, dus die, die, uh, die, die vakbevoegdheid ontneemt. Ja, en, 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 de licentie. Ja, en, en, en dat heeft hem enorm verwond gewond ja. gemaakt en, en, en opengereten. Maar de, de boer bijvoorbeeld is ook verwond. Ja, ja. ja dus zo zijn er ja. heel veel mensen die niet het vaccin willen nemen, zijn ook verwond. Ja. En dus zo zijn er denk ik heel veel mensen met een wond die een wond is omgelopen na. Ja. ja. Die en ik denk in de liefde jaren ja. van uh, globalisme, kapitalisme lopen nu denk ik heel veel mensen met een wond. Geknapt door het systeem, teleurgesteld. Ja, innerlijke leegte. Ja. Zich niet meer kunnen overgeven. Maar we of hadden, dus is wel boos. Maar dus. we hadden het over relaties. Hè? Dus wil ja. je dat met elkaar verbinden? Of, of is het een ander ja. lijntje? Ja, nou, dat zou het lijntje meer zijn van. Kijk, je ziet dat heel veel mensen natuurlijk ook, ook elkaar op een bepaald. Fundamenteel. Dus Ze voelen niet meer de handelingsruimte om met elkaar in contact te komen. Ze hebben, die ook, ze hebben elkaar, dus mensen cancelen elkaar letterlijk ook. Ja, dus ja hebt... dat, is, dat, is, dat is de overeenkomst. Je, je, je ziet dus dat... Institutionele en persoonlijke cancelling. Canceling. Ja, maar op een veel uh, emotioneler en uh, dieper niveau eigenlijk dan cancelling zeg maar, in, in media. Omdat het er meer om gaat dat je gewoon ook bij voorbaat inderdaad een bepaald geprojecteerd beeld van de vrouw hebt waar ze aan voor moet voldoen. En als dat het dan niet is ja dan, dan komt het al niet bij elkaar. Terwijl natuurlijk liefde van oudsher ook veel meer. Uh, het, uh, je, kan, je, je wordt verliefd op iemand en die heeft misschien allerlei eigenschappen waar je eigenlijk niet op zit te wachten. Eh, maar dat is al weg, uh, David. Dat ja, al, maar je Dat je zit. Dat, je zit mensen al in hokjes ja, te. Ja, ja maar dat komt zo door die datingsapps, weet je. Maar, ja, ja weet je, het is al. Dit, ja, je ja, ja, dat, dat, heel constructief. Dat, want, dat is dat ja. swipen en ja. ik bedoel eerst was het van ja, weet je. Dit is het en ik moet het met jou doen en ja, ik is moet het, het uitzitten ja. en nu is het. Nee hoor, ik heb nog uh, duizend ja. andere tickets. Ja, nou, ja, of in tot... jouw eerdere woorden. Eerst was het dus dat er nog een zielsverwantschap kon zijn en dat je dus. Uh, ja, Maar dat gegeven dat je zegt van, ja, 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 en je begint een, een, een relatie als je het over overgave hebt en dat betekent dus dat je een, naar een soort van ja toch toch uh, zult moeten. Uh, uh, Compromis um, moet sluiten. Ja, compromis, hè? Dus, dus ook kalibreren. Van, van, oh, dit, dit, dit zijn die ja. prettig of onaangenaam. Of, dus ik ga, nu moet ik een stap terug doen. Ik bedoel, dat is eigenlijk wat, wat het leefbaar maakt. Hè? Ja. Dat is, en niet van, godverdomme, we weer, een verharding. En, ja. uh, en ik denk dat dat vermogen, uh, je hebt het over dat comfort. En uh, we zijn natuurlijk zo gewend om de wereld naar ons hand uh, te, te zetten, ja. letterlijk. Hè? Zo tik, 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 tik. Van dat idee van oké, okay, ik heb nu besloten. En dat betekent dus gewoon dat ik me ga afstemmen of aanpassen. Of, ja. uh... Maar ik zou zeggen: dat, dat dit is al de latere relatiefase. Zeg maar, dit je aan het afstemmen bent en aan het incasseren. Want eigenlijk is natuurlijk die, die moment van verliefd worden is natuurlijk een transformatie, hè, waarin je absoluut. dus dus. maar daar je, zou dat ook moeten gebeuren. je verdwijnt ook in die verliefdheid natuurlijk. dus andere mensen die gaan je of zo, een vrouw die ga, of in mijn geval dan, die, die die laat ook een manier van leven zien waar je dan, ja, waar je dan in opgaat. en daar verlies je ook iets in. ja, maar maar en punt is en dat we het over dat daten hebben. dat is dat is veel in de meeste gevallen. dat is mijn mijn hele lijn in in staat van verwarring is onerotisch. dus het is juist niet een verliefdheid. het is niet transformatief. het is maar, het is gericht op. Uh, ik wil mijn bewondering. of ik wil, mijn, ja. uh, ik wil gewoon mijn leuke, spannende avond. Of maar het is niet die, die lange beweging. Want dat is natuurlijk uh, de, de, de minne in, in de middeleeuwen. En, en, en dat is denk ik ook waar de verliefdheid voor bedoeld was. Dus eigenlijk een week maken, zodat je uh, letterlijk in elkaar past. Ja. En, maar maar en, ook, ook en bij Iets achter kan laten. En, en iets achter kan laten. Dus de, en dat is natuurlijk heel wat anders. Uh, als je, en, en daarom is het juist. De verliefdheid als een erotisch fenomeen. heeft te maken met overgave. Ja, nou, dat, dat is. u nog iets Qua... nieuws inbrengen? Of hebben jullie deze gedachten nog niet afgemaakt? Uh, nou, nee, ja. een, nog één dingetje misschien. Het is natuurlijk ook nog wel met religie te verbinden. Hè? Dus dat je ziet ook dat. dat de, dus dat is ook een vorm van liefde. Liefde voor God. Ja, ja. Dus dat de verliefdheid die jij nu uh, channelt. Uh, dat je al wel naar een kerk zou willen bijvoorbeeld. of, of gaat. of dat je wil dat iemand je de mennen toeneemt. dat is nog de voorzichtige verliefdheid of zo. Terwijl je ziet dus al bij zo'n Russell Brand... die heeft zich al... die is al aan het minnen. Die is aan het minnen. Ja. En dat aan het doen aan mensen. Ja, maar ik min al vanaf... Ja, nee, ik bedoel... ik nam jou even als voorbeeld. Voor... De... <laughs> dat... Nee, ja. mijn liefde voor God... is altijd al heel groot geweest. Maar wat ik... wat ik mooi ook vind wat ze doen... dus dat, daar was ik nog jullie uh, ja. benieuwd naar... Uh, het is knielen. Ja. En uh, ik vind knielen... Dat, dat is ook een, ja, volgens mij een christelijke traditie. Maar dat weten jullie vast veel meer af dan ik. Maar ik vind in knielen zit ook overgave. Absoluut. En dus uh, uh, dat... Als je op je knieën gaat. Ja. En dat betekent natuurlijk ook uh, de, de overgave, de onderwerping. Nederig worden. Iets boven jou. Iets groters boven jou. Erkennen. En, en, en dat is. Uh... Van dit soort grote meneren. Dus dat vind ik best ook indrukwekkend. Ja, nogmaals, ik weet dat heel veel luisteraars het super awkward Maar ik bedoel, dit zijn zulke, zulke mannen van staat van dienst. En die gaan knielen. Ja, ja, het is misschien ook een beetje protestantse in Nederland dat we dat niet meer. Uh... Ik ben katholiek. Nou, nou ja, de katholieke en de evangelische protestantse traditie, daarin is iets meer nog de jubel en de. de ja, maar in kerken. Ik uh... hadden dan ook van die marktjes, nou, maar... de moslims, die doen het ook heel uitgebreid, het knielen. Dus het is een, het is een, en, uh, een wijdverspreide gewoonte om te knielen in uh, religies. Maar, maar in, ja, ik kan me niet herinneren in de kerken waar Deven, ik. Nee, maar wat mee vind je gewoon van dat gegeven dat ze. Dat, ja. Daar zit natuurlijk ook overgave in. Dat is iets zo symbolisch. Ja, het ja, geeft aan dat het ook lichamelijk wordt. Dat het dat niet alleen maar in je hoofd de gedachte is. Je dus geeft ze ook lichamelijk over. Ja. En ja. dan ook nog dat de wereld meekijkt. Ja. Maar het is natuurlijk ook het moment van, uh, ja, dat je niet meer op eigen benen staat, hè? Dat is dat. Ja. Hè? En dus, ja, je, je wordt gedragen in je bent, En je bent natuurlijk niet meer wendbaar. Er zijn dus gewoon puur, puur als je ja. kijkt naar, naar de, uh, de, de lichamelijke betekenis, hè? dan zeg je, ja, je staat niet meer op je, op, met beide benen op de grond. Je gaat uh, op, je, op je knieën, dat je betekent dat je eigenlijk uh, ook niet meer snel kunt verplaatsen. Dus het is ook een soort kwetsbaarheid die je, die je krijgt. Die wordt laag. Dus het is, het is ook een teken van de letterlijk, natuurlijk, ook van het smeken. Hè? Want de smekelingen kwamen ook op hun, op hun knieën. Knie, dus die, die hebben geen superioriteit. En dat is natuurlijk ook, als je het hebt over een moderne atmosfeer, de, de, ja, de nederigheid. Ja, ik, ik, ik bedoel, ik heb hem zelf ook niet altijd, even voor de duidelijkheid. Hè? Dus dat is de. Nee? Jij? Ja. Ja? ja. Er zijn wel momenten dat ik het toch ben, hoor, maar. Um... Uh, maar, maar dat we niet mogen reageren. Ja, ja. Is al nederig. Al ja, nee. <laughs> maar, maar um, uh, nou, in, 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 toch in een fundamentele zin denk ik, denk ik wel. Ja. Ik heb... In een vriendschap vind ik dat. Als vriend, jouw vriendin, vind okay. ik dat jij. Dat herken ik. Ja. Dus dat weet ik. Maar ik weet dat je hier niet zo overkomt. <laughs> nee, maar dat is, ja, dat is wel. wel uh, maar ik denk wel dat dat, 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 is een, uh, dat is precies dus die beweging van. van um, van overgave waar jij het inderdaad aan refereert. Die dan ook, ook fysiek heel, heel letterlijk wordt. En dat, en dat, en dat doet iets hè, bij de mens. Dat soort fysieke ja, handelingen. Doet echt iets. En dit speelt gewoon best wel uh, in, uh, in deze verkiezingen mee. Ja, want ja, dit was voor Trump hè. Daarom. Dat hebben we helemaal niet nee, genoemd. dus daarom. Wel belangrijk. Dit was een steunbetuiging aan Trump. Uh, waarin je eigenlijk ziet dat. Uh, en, en daar moeten we het absoluut nog even over hebben. Waarin eigenlijk ook de, een deel van de sociale media. Uh, dus de, 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 de alternatieve media. En met, met Russell Brand, met Jordan Peterson, met Tucker Carlson. Uh, dat die allemaal dus aan, aan, aan de kant van Trump gaan staan. Ja, dat is heel fascinerend. En allemaal aan de kant. Dus, dus anti-establishment. Ja. ja. Uh, uh, dan God omarmen. Ja. Yeah en zelfs ja misschien ga ik dus helemaal afhaken maar het is echt een beweging in Amerika en in de podcast ik doe Tucker Carlson voelt zich niet meer belemmerd. die man heeft natuurlijk echt heel veel gezien hè? heel veel mm -hmm. mensen gesproken kent ja. mensen in machtspositie. nou de journalist al heel lang die trekt er net zo makkelijk UFO's bij ja, 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 dat ben ik ook nog niet. Nee, dat liefst. snap ik. Dat maar is, maar ik bedoel, dat is, er is ja, dus in één ja. keer een soort iets geopend. Ja. Van een taboe. Van je wordt niet serieus genomen. En, ja. en daar kan je het echt niet over hebben. Mm -hmm. Ik bedoel, hij spreekt over Lucifer. Maar hij spreekt ook net zo goed over... Ja, er, er is hier nog meer. Er zijn hier aliens. Er is hier... Ja, Het ja, is ja. dus voor ja. hem echt helemaal niet meer... Van, ja. Als serieuze ja. journalist... Ja, nou, nou, ik, ik vind het als geestelijk fenomeen vind ik het interessant. Zo heeft Jung ook naar de ufo's gekeken. Die, dus die, ik, ik denk wel dat er op collectief niveau... In, in wat dat betreft ook iets gaande is. En dat dat ook zelfs in beelden... in, in verbeeldingen tevoorschijn kan komen. Veel verder wil ik op dit moment nog niet gaan. Uh, nee, maar we hebben toen het hier duiden. Dus ja, ik wil niet zeggen ja. alsof we ons... Nee, heeft, maar, ik denk dat, maar het is wel een fenomeen. Ja, maar ik denk dat het inderdaad... Het, het geeft ook aan dat er... Een enorme, uh, zowel wantrouwen bestaat ten aanzien van de bestaande orde. Er is iets wat wordt verzwegen, wat, uh, wat niet naar buiten komt. Uh, wat, iets kwaadaardigs. Iets kwaadaardigs, uh, maar mogelijk ook iets wat goed is, wat tegen dat ja. kwaadaardige ingaat. Ja. Dus, uh, is je, zit in een, je zit in een soort apocalyptische uh, atmosfeer. En dat is, daar heeft Amerika een geschiedenis in ook. Dat is, uh, ik bedoel, we hebben daar ook de, 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 de eigen religies, hè? de Mormonen bijvoorbeeld, met een heel eigen verhaal. Uh, je ziet het in uh, toch wel sterk fundamentalistische kringen in Amerika. Dus er is ook in Amerika zo'n klimaat. Uh, de vraag is ook een beetje: van, wat doet het in Europa? Hè? Want wij hebben, maken bewe deze beweging nog niet. Um, we hadden het net even over Eva Vlaardingen beroep die natuurlijk openlijk uh, die stap heeft Katholiek, gezet. Katholiek, ja. Katholiek is Niet geworden. naar de, niet naar de um, Ja, dus de vraag is ook, ook, ook um, uh, bewegen wij nou ook eens zo vergelijkbaar? Of zitten we gewoon nu te kijken naar Amerika als een vreemd continent? Uh, maar ondertussen bespreken we het hier ook hè, aan, uh, aan tafel. Ja, nou ja, het is... Het... Het, het, dit alles is tegen het kwaad en tegen, hoe jij het zo mooi samenvatte, als mm. zij het zien, tegen um, ja, propaganda of mm. tegen... Ja, een soort van die weerbaarheid. Hè. Ja, ja. Maar, dus... maar, maar, maar zie, zie jij zoiets en voel jij zoiets al in, in Europa en Nederland? Nou, ik vind wel dat de Culture Wars in Amerika, dat zie je dus op dit soort evenementen ook, die zijn heel heftig. Dus alles wordt uh, gebruikt als wapen om de ander te verketteren. En dat goed-kwaad denken en zo. Ja, je ziet het nou. dus ook juist op links eigenlijk. Bij Volt en bij uh, uh, van, uh, Timmermans zie je het, je het ook, vind ik. Um, ik, ja, ik. Ik vind dat ingewikkeld. Ik blijf het een beetje. Vreemd, uh, zoals uh, Arjen Lubach op tv of zo, blijft ook een beetje Amerikaans. Dus uh, tegelijkertijd zijn het ontwikkelingen die, dat hele felle ergens tegen zijn, bedoel ik. En dat ook bestempelen als dat wat fout is. Dat, ja, ik weet het niet. Het blijft ook een beetje vreemd of zo. Het blijft, maar misschien is het wel ook wat we hier krijgen: ja, die hele grote polarisatie. Nee, maar ook, ook met zo'n religieuze dimensie? Ja, met het religieuze wordt ook gewoon in stelling van de polarisatie gebracht. Ja, maar, nee, maar niet alleen in stelling. Het, wordt het, het is zelf ook dus waar mensen dus naartoe bewegen. Ja. Dat, is, dat, is, dat is het bijzondere. Nou, ik denk wel dat. Ja, dus dat. Ja, ik denk wel dat er een soort uh, uh, nieuwe religiositeit is. Ja. ja, maar je hebt vandaag een gesprek gehad met een DJ. Met wie? Met, met, met een DJ. Nee, dat was Dirk. Nee, dat was Dirk. Oh ja, dat was Dirk. Ja. ja. En dat was dus een religieuze DJ. Ja. Ik krijg, zeg maar, als ik tegenwoordig weet je, in restaurant of waar dan mm. ook, uh, de Ober of uh, nou, degene die je mm. kaartjes knipt bij een fysicaal of zo, word ik echt veel aangesproken vanuit. Uh, zingeving en het feit dat wij religie durven te benoemen, dat mensen dat echt thuiskomen vinden. Nou ja, ja, maar net zei je nog: mensen vinden het ook awkward. Nee, er is. Het is ook dubbel, hè? Nee, kijk, er is een. Ik denk, de grootste groep vindt dit awkward. Maar er is ook dus een groep, en dat is misschien dus een beginnende groep, omdat ze een beetje aan het kijken zijn. Ja. Komt dat nou ook hierheen? Ja. Of niet? Ja. Uh, dus er is ook een beginnende groep, denk ik. En het zijn allemaal best wel jongeren die mij dan uh, benaderen. We hadden dat event vorig jaar eind december. Hè, toen ja. sloten we daar ook een beetje mee af. Ja. Toen kwam dat toch ook wel naar voren. Dus ik weet ja. ook niet van absoluut wat het, wat, het, wat het is of wat de waarheid hierin is. Maar, maar is je wel... ziet toch wel iets van. Dat wel, er... Wij tonen ons daar wel kwetsbaar en ontvankelijk op. En op, op een gekke manier zie je daar dus ook de werking van de overgave en de genade. Dus doordat wij dat eigenlijk delen. Dat je dan opeens van mensen dan kom ik dan tegen. Bijvoorbeeld, ja, ik kom wel eens in zo'n klimparadijs met kinderen. Ja, dat is, dat, dat is, is natuurlijk liefde. verschrikkelijk. Maar ja, als nee, je kinderen dat, dat leuk vindt. helemaal vinden, niet. Ga je is lekker dat, klimmen met je kinderen. Ja, is dat, dat, is dat, is dat gezellig. En dan opeens zo'n vader die begint dan ook te praten over wat... Die, die, die volgt dan heel veel. En dan heb je gewoon, een, gewoon meteen een gesprek. En dan uh, blijkt gewoon een enorme liefde eigenlijk van zo'n man voor wat wij doen. En dan, dan voel je opeens... Uh, ja, je hebt dat ook wel eens, ik weet niet of je dat wel eens met mediteren heb gehad, maar dat je het gevoel hebt van dat je iets weggeeft of zo aan de kosmos. Dus je, je, gaat, je gaat een bepaalde manier lichaam uit, maar dat komt ook weer terug. Zeker. En, en dat is dat gevoel, dus dat, dat gevoel waar ik ook bij overgave, dat je dat, of bij knielen of zo, je ge geeft je natuurlijk over, maar er komt ook iets terug als het goed is. Dat, dat heb ik ook wel met, met, uh, met de nieuwe wereld wel eens, dat mensen iets zeggen en ik denk van, hé, krijg je dit nou? Of, dan krijg je dan opeens die energie. Maar dat is eigenlijk alleen maar omdat je kwetsbaar hebt opengesteld, uh, eigenlijk hebt. Uh, je hebt iets van jezelf gegeven, wat, uh, wat misschien niet eens religieus is, maar voor een deel wel. Bijvoorbeeld, uh, ik heb wel eens wat verteld rondom meditatie. Zo, ik krijg ik dan wel eens reacties op, op gesprekken, is al twee jaar geleden, weet je wel. Maar dat is dan toch iets wat mensen ergens anders niet kunnen krijgen, kennelijk of zo. Of dan, die mensen zijn niet voldoende werelds, dus die, dat zijn dan een yoga-leraren of zo. Dus ja, dan verwacht je dat ook. Dus. En dat vind ik wel mooi, mooi hoor. Dan, dan zie ik ook wel die, die dynamiek van wat, dat overgaven... Ook, dat het ook iets met geven en terugkrijgen. Terug oh, heel mooi. Zullen we een beetje afronden. Ja. Volgens mij hebben we het thema wel een beetje afgepeld. Ja. Wat vind jij, dat? Nee, zeker. Nee, uh, ja, ik, 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 we zullen daar in de toekomst nog wel weer op, op terugkomen. Hè? Omdat het, uh, denk ik, raakt aan... Um, aan wat er in de, in, in, de, in de diepte gewoon zich roert op dit moment. Dat is dus, is er dus echt een... Ja, een, uh, we zitten in een, inderdaad in een tijd van verandering. En, en dit, dit hoort er dus bij. En, en welke kant dat op beweegt en welke gedaante het gaat aannemen... Uh, ja, dat, dat zullen we moeten afwachten. En ondertussen is het natuurlijk van belang dat je ook uh, bij jezelf te raden gaat. En, en, en daarin denk ik uh, uh, ook... Uh, Openstaat voor, voor wat uh, de traditie ons heeft uh, te leren. En, en, of wat gewoon mensen hier vandaag de dag nog uh, te leren hebben. En, 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 en hoe bedoel je dat van dat? Want je wijst naar Jelle, dus hoe. Nou ja, Jelle geeft nu een voorbeeld hè, de, van iets heel actueels wat je dan ervaart. En, en, en dan voel je en voelt die een soort van liefde of een, uh, iets van verbinding, uh, een, een verbinding. Die, die te maken heeft, toch met wat je geeft, wat je terugkrijgt. Nou, dat is natuurlijk. Uh, ik kan zeggen dat is nog een heel werelds uh, uh, fenomeen. Maar ja, je kan ook zeggen. Ja, de, 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 de agape in het christendom. was natuurlijk ook een vorm van liefde. tussen uh, broeders en zusters, zoals dat werd genoemd. Uh, in, in Christus. Uh, waarbij het in ieder geval gaat om een andersoortige verhouding. die, die mensen uh, innemen tot elkaar. En. Um, uh... Ik vind het heel mooi, want eigenlijk. te gek voor woord dat we dat nog niet hebben genoemd. Het is natuurlijk op een bepaalde manier dat. Liefde centraal staat centraal. Absoluut. Ja. Dus dat ja. is eigenlijk, denk ik, wel het symbool van wat zij doen. Van we zetten liefde weer centraal. Ja, en, en dat is misschien toch een hele mooie verbinding. En die die heb ik al, zit, zit zelfs al in mijn proefschrift. En ik, als ik ergens een lezing moet geven over het thema, dan wil ik het ook nog eens inbrengen. Ik heb het hier aan tafel ook al eens gezegd. Eh, dus, dus het woord, de oorspronkelijke etymologie van vrijheid, eh, hangt samen met eh, het Indo-Europese fridja. En uh, Fridja keert uh, als stam gewoon terug in het Engelse free, maar ook in friend, in vriend. En uh, ons woord vrijen. ...wijst eigenlijk ook op diezelfde stam. Dus vrijheid en vrijen, daar hadden we het zo even over. De, ik ga vooral er hey, kijken. Heeft de, de... He, heeft Erg leuk, uh... <laughs> vooral Jelle is bijzonder leuk. <laughs> maar, maar dat, dat vrijen is, wijst dus eigenlijk op die, die, die stam Fridja. En die stam Fridja van vrijheid is liefdevolle zorg voor. Wow. Dus vrijheid niet zozeer als ongebonden zijn en, en los zijn van alles... Maar juist uh, verbondenheid. En in, in de zorg voor. En dus, dus en, en inderdaad een goede avond met een vriend. is een avond van vrijheid. En, dat is de, en liefde, dus. En, en, ja, en dus liefde. En dus, dus, dus een soort betrokkenheid. Die, uh, en ik denk dat, 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 dat die. Uh, dimensie van, van vriendschap. of vrijheid. en, en dus de zorg voor. Uh, ja, dat, dat was overigens ook precies een van mijn grote. Uh, uh, denk ik uh, springende punten tijdens de coronacrisis. Ik, ik vond dat dus heel onvrij. Um, en ik, uh, omdat de zorg voor uh, heel de, uh, een heel vreemd karakter kreeg. Het was eigenlijk niet meer aandacht. Niet meer met die anderen omgaan. Niet meer. Dus juist opsluiten als een vorm van uh, zorgen voor. En, dat, nee, en als je uh, ziet wat, we dat met, wat dat betekende afleid. voor kinderen. En voor, uh, voor allerlei mensen. Uh, het is een soort vereenzaming die, uh, die je hebt gevoeld. Die... Die ik ook wel als, als iets kwaadaardigs heb ervaren. Ja, dus dan, dan is de cirkel ja, rond. Kan je hey. nog zeggen of. <laughs> nou, het, is een, het, is een, het is een langere trend, vind ik, onder, zeker onder elites in Nederland. De zorgeloosheid, de zorg, ja. het gebrek aan zorg voor een eigen omgeving, de oriëntatie op de buitenwereld, het opwilleven van grenzen, het, het doorkruisen van het verschil tussen het heilige en profane. Um, uh, niet de brede schouder geven, maar gewoon denken, belasting betalen en verder een beetje genieten van je leven. Dus niet, 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 niet er voor mensen zijn. En dat ook op institutioneel niveau. Uh, dus ja, ik denk echt dat die. die, die, die uh, onvrije ja die, ja, die onvrije of zorgeloze houding. Uh, dus de, die, die een gecontroleerd gezicht krijgt in die coronacrisis. Dat dat eerder ook al veel zichtbaarder is hoe er om is gegaan met. Uh, met huizenmarkten, met universiteiten. We hebben in die zin wel te kampen met een, met, met, met een, met een vrij liefdeloze... Uh, ja, kamp. maar ik denk, ik denk ook... Mo moderniseringsslag in Nederland in ja. de afgelopen decennia. Het is, het is, het is veelzeggend. Hè. Mijn, mijn, mijn proefschrift, uh, 1999, maar 2001 uh, uit, uitgegeven... In, in een enigszins bewerkte vorm. Maar dat droeg de titel De Verwaarlozing van het Zijnde. En uh, ja, dat is denk ik toch... Ik zal niet zeggen visionair, maar... maar uh, de thematiek van verwaarlozing is denk ik wel, wel heel fundamenteel. En het is dus, ik weet dat jij, jij maakt je ook heel erg druk over die, dat kindermisbruik. Eh, maar ik denk dat dat, los van het feit dat dat ook gebeurd is, denk ik. Eh, ook een reflectie is op een diep gevoel van verwaarlozing, wat, wat bij heel veel mensen leeft. Het idee dat er ook niet meer eigenlijk voor hen gezorgd wordt. Eh, maar misschien dat ze zelf ook niet meer goed voor zichzelf zorgen. He, dus dat is een, uh, want het is te gemakkelijk om alleen maar te zeggen, ja, de elite verwaarloost ons. Ik denk dat dat wel aan de hand is. He, maar maar dat, misschien ook wel juist omdat die uh, elite ook je niet meer leert om voor jezelf te zorgen. En juist heel afhankelijk te maken, zoals we bij de coronacrisis ook hebben gezien. En voortdurend je van nee, hey, wij zorgen wel voor je, maar dat is eigenlijk is dat een, 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 een uh, onwaarachtige vorm van zorg. Oh. Ja, dat is de... Maar er komt heel op die weerbaarheid. Dus ik, ik, ja. Vallig had ik van de week een gesprek met een student. En, uh, uh, ik had de kritiek. Ik zei: Eigenlijk raar dat jullie alleen op vrijdag college volgen. En uh, ja, die student zei: het is toch gewoon onderdeel van het programma. Daarom doe ik deze studie. Ik zei: Je doet een volwaardige studie. En je bent tevreden dat het één dag in de week is. Ja. denk eens dus over na waar je, wat jou verkocht is. Wat een inflatie. Ik, ik, ik moest echt wel, uh, bij filosofie moest je echt wel vijf dagen studeren. Nou, weet ik veel. Je kan het vast in twee dagen. Maar als je het serieus doet, dan had je de vijf dagen nodig. En dat was ook mooi. Dan was je ook dan dan, dan, dan krijg je ook iets. Dus dan en dan verzorg je het zelf en dan verzorgen anderen. Ik bedoel, dan, dan studeer je. En dat, 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 ja, dat, die, die leegte daarin. Dat, maar het zit er ook dan dus niet. Dus wij... dit gebrek aan vorming van, van, van de instituties, van de mensen. Dus dat de, dat, dat de mensen gewoon tevreden worden gesteld maar dat is met eigenlijk iets... verwaarlozing. Hè? Ja, dat is eigenlijk. Hè, dus tegen de. Van verwaarlozing zou dan zijn. Dus de, de, de vorming weer van. Uh, van mensen. Dus de, en, en dat betekent dus gewoon je best doen voor mensen, De aandacht aan geven. Overigens niet dat wij het allemaal moeten gaan doen voor die studenten. Maar wel dat je zegt van joh. Uh, die, 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 wat, wat is dit voor. Uh, eigenlijk voor, voor. ondervraging? Van ondervraging van mensen. die er zelf tevreden mee zijn. Ja, dat is verwaarlozing dus, Jan. Maar. De... zou mijn hunkering. vallen. neem me mee naar de kerk? <laughs> zou die beantwoord worden? Nee, nee, maar zou dat. Is nee, natuurlijk, ook... ja, dat is. dat, dat is, denk ik. Dat, denk dat, is ik dat, denk mooi dat is precies zo daarom, daarom noem ik hem ook. Want dat is dus ook een ander type vrijheid. Dus een vrijheid die ook. Met, met een zekere zorg te maken heeft, maar misschien dus ook uiteindelijk wel met een. Met een met, ander soort liefde. Ja, een ander soort liefde. Ja, ja. En dat is bij Rusland natuurlijk ook. Dus dat je. Ja. dat je. Uh, toch hunkert naar. niet zo minimalistisch één dag in de week, maar dus naar de overgave. En die je dus ook voor God voelt, zeg maar. Ja, maar maar dat, je dat, dat je dat je die in plaats van wil en naar verlangt. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel, ja, we komen ook op een heel eigen gebied. En want dat is natuurlijk, ook al weer het belangrijke, dat de, 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 wat je ziet, is natuurlijk dat die relaties natuurlijk ook weer overbelast zijn geworden. Hè? Dus op een gekke manier. En dus dat, dat juist omdat je alles uit dit leven moet halen en, uh, en, en die, dat die zorg voor jezelf misschien ook in geestelijke zin niet meer aanwezig is. Moet je eindeloos, natuurlijk. Moet je partner uh, voor jou, uh, heb je daar de verlangens en de eisen? Ik bedoel, ik, dat is de andere kant, hè? Dus dat je, dat, dat ook allemaal daarop gaat uh, hangen. Terwijl als ik denk, inderdaad, denk ik aan mijn opa en oma. Uh, ja, die zorgden wel voor elkaar, dat was gewoon een gegeven. Maar die, hadden, die konden elkaar ook weer een beetje met rust laten, weet je wel? En dan bleven ze er toch voor elkaar, maar gewoon ook een ruimte geven. En, ik denk, er zit zoveel neuroses nu rond, rond verhoudingen van, van mensen. Juist omdat ze ten diepste ook on, onvrij zijn geworden. En mensen ook niet meer die geestelijke uh, vrijheid uh, in zichzelf hebben. Dus het, het, alles zit... En dan meteen onzeker en bevestiging en onrust... Nou, heer... nou, nou, ja, goed. Blijf. Dit, is een hele... dit is een heel eigen terrein inderdaad. Dat is ja, duidelijk. Ja, 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 maar de ja. roos is wel iets anders dan de overgave. Ja, maar... ja. Ik laat hem ook maar even gaan. Eh, ja, toch? <laughs> ja, dat moeten we even niet doen nog. <laughs> uh, Ik voel me rijk met jullie als vrienden en dat we dit ja. onderwerp zo mooi hebben mogen in alle vrijheid, in alle vrijheid en kwetsbaarheid uh, hebben mogen verkennen. Zeker. En uh, nou ja, dit gaan we ook proberen weer vaker op te pakken. Dus, ja, dat ja. gaan, uh, gaan we doen. Niks proberen. We gaan we gewoon doen. We gaan vrijheid organiseren ten opzichte van de agenda's. Ja. 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 <laughs> <laughs> nou, bedankt. Ja, jij ook. Jij ook, Marlies.